Adi van Dongen. Achter je staat de nieuwe selectie Rabobank Development Team voor 2014. 10 nieuwe namen erbij. Welke namen zou je daar speciaal uit willen lichten? Ja, natuurlijk op de eerste plaats Bert-Jan Lindeman. Een jongen die 2 jaar bij Vakantselei als prof heeft gereden. En bij ons een nieuwe kans krijgt om zijn carrière opnieuw te lanceren. Omdat wij bij de KU ook opvangen hoog in het vaandel hebben staan. Naast opleiden. Andere jongens natuurlijk Martijn Budding. Die een zilveren medaille heeft behaald op het WK veldrijden vorig jaar bij de junioren. Maar alle jongens beginnen bij ons met een schone lei. Beginnen opnieuw. Geldt ook voor de jongens die al langer bij de ploeg zijn. Dus op zich namen uitlichten. Dat moet liever einde van het seizoen. Je zei het al, Bert-Jan Lindeman is een nieuwe naam die al 2 jaar prof is geweest. Er werd net verteld dat hij een soort wegkapitein van de ploeg gaat worden. Wat houdt dat in, concreet? Ja, een aantal wedstrijden zal hij het verlengstuk zijn van de ploegleider van dienst. Dus zal hij mede de tactiek bepalen tijdens de wedstrijden, jongens aanwijzingen geven waarop te letten. En dat kan op allerlei zaken zijn, van voeding, kleding tijdens de wedstrijd, maar gewoon tactisch zetten en beslissingen nemen. Maar daarnaast zullen wij zeker ook zorgen dat Bert-Jan ook voldoende kansen krijgt om te scoren. Omdat zijn doel natuurlijk is zo snel mogelijk terug naar de rijden de profs. Kun je heel kort de doelen van jouw ploeg voor 2014 uitlichten? Nou, het doel is natuurlijk opleiden. Afgelopen jaar hebben we 7 renners door kunnen laten stromen naar de profs. Ondanks het feit dat er liefst 5 grote ploegen zijn gestopt, is dat denk ik een mooi scoren en een mooie doelstelling. Dat staat voorop. En daarnaast gaat het bij ons niet altijd om winnen, maar om te leren. Maar een ander doel is wel om weer te mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap ploegentijdrit, waar we het afgelopen jaar denk ik zeer verdienstelijk hebben gedaan. Dat moet voor een manager heel leuk zijn om jongens te zien komen bij een ploeg en door te zien groeien naar de profs. Dat is het afgelopen jaar meermaals gebeurd. Waar haal jij persoonlijk je voldoening uit? Nou, door hetgeen wat jij net aan me zegt, jongens van de junioren op te pikken, die eigenlijk nog weinig tot geen ervaring hebben en die zodanig te ontwikkelen en klaar te stomen voor de profs, dat is een enorme voldoening. En dan is het leuk om bij de profs de jongens nu goed te zien scoren, zoals een Wilco Kelderman, Moreno Hofland, die 2 jaar geleden nog bij ons in de ploeg reden. Er is wel eens gezegd dat het met de generaties van nu qua talent misschien niet zo goed gesteld is als 15 jaar geleden. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat het talent altijd is, dat vooropgesteld. We hebben natuurlijk in Nederland ook een supertalent, Mathieu van der Poel. Hè? Dus zeker talent, maar het aantal licentiehouders is nu veel minder dan 15 jaar geleden. En vandaaruit dat er natuurlijk ook minder talent aanwezig is. Waar dat zorgen? Nou ja, dat baart natuurlijk altijd zorgen. Dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt in vele landen. Hè. Maar uiteraard willen we dat graag optrekken. En hopelijk kunnen de goede successen bij de beroepsrenners, dus ik denk afgelopen jaar waren al een stapje gezet van de Nederlanders. Als die lijn doortrekt, hopen we dat er weer meer jeugd aan wedstrijden wil gaan fietsen.